ADO klimt uit het dal, maar een lust voor het oog is het niet. Hockeybondscoach Caldas inspecteert het ADO-stadion. Amateurvoetbalproblemen op groot en klein niveau. Goedendag, onze Nederlandse voetbal-eredivisie is misschien niet altijd even goed. Spannend en onvoorspelbaar is het wel. Want wie had gedacht dat ADO Den Haag in een slecht jaar nu 6 wedstrijden op rij niet zou verliezen? Onder trainer Henk Vrezer werden 12 punten gepakt, waaronder 2 gestolen tegen FC Groningen. Maar ja, wie maalt daarom? De aftrap tussen ADO Den Haag en FC Groningen staat op het punt van beginnen. Alberg tegenover Bizot. Er is gefloten. Alberg met de aanloop. Alberg met het schot en hij scoort. De vierde op rij. Alberg, de man in vorm. Hij zet ADO op voorsprong. Steekbal is dan uiteindelijk naar Zivkovic. Die schiet hem erin. Het is 1-1. Omdat Zivkovic in de korte hoek ADO verrast. De bal blijft hangen nu voor Malone. Malone naar Alberg. Alberg steekt hem door naar Malone. Malone maken! Ja! Malone maken! Het is Dion Malone. Wat een steekbal van Alberg. Wat een goal van Dion Malone. In de 88e minuut. Komt er een damfluit, de scheidsrechter af. Na exact 4 minuten ADO Den Haag wint het duel van FC Groningen door doelpunten van Alberg, Zivkovic en de winnende voor Malone. Dit zijn 3 hele belangrijke punten. Inderdaad, belangrijke punten voor ADO. Een bewogen ADO-week bespreken we hier aan tafel met ADO-watcher Jim van der Del. Jim, ADO pakt zoals gezegd hele belangrijke punten en klimt een beetje uit die degradatiezone. Maar een genot voor het oog is het allerminst, ook niet tegen FC Groningen. Hoe komt dat toch? Ja, nou, ik denk ten eerste dat ADO Den Haag niet in de positie is om een mooi voetbal te willen spelen. Het gaat nu echt om de punten. Die heb je nodig om weg te komen uit de degradatiezone. Dat gaat dus goed. Maar ook het spel is misschien niet leuk om naar te kijken. Het is heel defensief, heel compact. En dan op de counter gaan spelen. Dat is denk ik ook de reden waarom ADO Den Haag dit seizoen nog geen wedstrijd makkelijk heeft uitgespeeld. Het is altijd spannend. Afgelopen week scoorden ze dan in de voorlaatste minuut. En dat is een beetje het spel wat ze spelen. Maar goed, ja, ik vind dat niet heel erg, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Momenteel. Nee, maar jij niet. En vinden ze het bij ADO een probleem dat het publiek niet echt getrakteerd wordt? Nee, absoluut niet. Want ik denk dat je dit liever ziet dan dat je heel mooi voetbal speelt en 17 of 18 staat. Is Dion Malone alweer terug op aarde? De man die de winnende maakte afgelopen zaterdag. Nog nooit gescoord voor ADO en juist nu tegen Groningen maakte hij hem. Nou, het leuke was, in aanloop naar het duel deed hij het op de training iedere keer. En toen zeiden we ook zo gekscheren tegen elkaar. Het wordt tijd dat hij het een keer in de wedstrijd gaat doen. Ja, dat doet hij nu. En met hele belangrijke punten pakt hij nu voor ADO. Ja. Die misschien niet helemaal terecht waren, maar goed, daar maalt momenteel niemand om. Goed, ja, er was een hoop discussie ook tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen. Met name over het geven van de strafschop aan ADO en het niet geven van strafschoppen aan Groningen. Dat heeft hem wel een staartje gekregen na afloop, hè? Nou, strafschoppen, maak daar maar strafschop van. Want ik vond het bij Groningen 1 moment wel. Dat was toen Albergen met de hand raakte. Niet later met Meijers? Meijers niet, nee, die raakte niet onder op zijn buik in mijn optiek. En die ander was wel rood, hè. Dan hebben we het over de strafschop van ADO. Maar was zeker geen strafschop, want dat was buiten het 16 meter gebied. Maar goed, je hoort wel als trainers zeggen, je krijgt het wel eens mee en je krijgt het wel eens tegen. Nou, in dit seizoen had ADO Den Haag bijvoorbeeld tegen NEC een strafschop kregen ze tegen. Die was ook buiten het 16 meter gebied. Dat zien we hier op de beelden met Danny Holla. Ja, dat was toen in het nadeel. En nu pakt zoiets dat een keer in het voordeel uit. Ja, en vorige week bij RKC had ADO een penalty moeten krijgen. Ja, met Mike van Duinen, absoluut. Ja. Dus het zit een keer mee, laten we het daar maar op houden. De reacties zaterdagavond in het Kyocera Stadion. Om te beginnen, Tjaron Sherry, de speler die tegenwoordig bij FC Groningen speelt. Tjaron Sherry, met wat voor gevoel sta jij hier? Met een kutgevoel. Verklaar dat is. Ja, als je ziet hoe die doelpunten vallen. Ik ga nergens over praten, maar waarschijnlijk hebben jullie het zelf gezien. Het was volgens mij 1,5 meter buiten het 16 meter gebied, als je daarop doelt. Nou, dat bedoel ik. Mijn gevoel was sowieso rood, want dat was de laatste man. En voor de rest, ik heb de beelden echt nog niet gezien. Dan moet ik even terugkijken. Nee, ik heb de beelden net teruggezien, maar het was geen strafschop. Het is wel een overtreding en een rode kaart, maar het was zeker geen strafschop. Ik ga niet alleen over de scheids praten, het is ook over onszelf. We hadden gewoon een paar goede kansen die we hadden af moeten maken, maar uiteindelijk sta ik met een rot gevoel hier. Dat gebeurt nu eenmaal in een seizoen dat je ze meekrijgt, tegenkrijgt.
Ja, ik ga ze niet eens wegstrepen. Vandaag waren we inderdaad gelukkig wat dat betreft. Training schiet ik er soms wel in, maar in de wedstrijd gebeurt het niet zo vaak. Maar ja, gelukkig vanavond wel de winnende en gewoon een hele belangrijke. Ja, mooi. Dion Malone. Goed, Jim. Laten we kijken naar het restant van de Eredivisie, want het nadert zijn einde. Nog 6 te gaan. ADO is 13e. Je hebt het programma er eens bij gehaald. Ja. En met name de programma's van de concurrenten. Ja, ik heb even gekeken naar eerst de posities 16, 17, 18. Dat is zeg maar direct degraderen of play-offs. En daarbij concludeer ik dat Rode JC, de huidige nummer 18, het moeilijkste programma heeft. Met PSV, AZ, Twente en Groningen. De moeilijke wedstrijden. RKC en Go Ahead mag je dan zien als de wat makkelijkere wedstrijden. Daarna komt NEC, de nummer 17, met bijvoorbeeld wedstrijden tegen Twente, AZ, Ajax en Heerenveen. Dan zijn de makkelijke wedstrijden tegen Heracles en Cambuur. En pas dan komt ADO Den Haag, die nog spelen tegen PEC, Twente, Utrecht, Ajax, AZ en Cambuur. Dus kan je zeggen dat ADO Den Haag, als je het nu kijkt naar deze wedstrijden, er direct in blijft. Hè? Want Roda heeft het lastigst. Maar ze moeten nog wel wat punten pakken om bij plaats 16 en 17. Ik vind het geen makkelijk programma voor ADO. Nee, zeker niet. Je krijgt als directe concurrent, als je dat zo mag noemen, Utrecht en PEC Zwolle nog. En je eindigt bij Cambuur. En zoals we wel vaker zeggen, je moet het niet aan laten komen op die laatste wedstrijden. Met name het laatste duel tegen Cambuur, wat dan nog een directe concurrent zou kunnen zijn. Alhoewel, zij hebben zich nu ook wel redelijk op de kaart gezet. Lijkt het veilig te hebben. Dus ja, het wordt een interessante weken nog voor zowel ADO Den Haag, maar ook voor Roda. Waarvan ik denk dat zij het lastig gaan krijgen. Blijf er heel eventjes bij nog, want afgelopen vrijdag werd bekend dat Romp Meppelink is aangesteld als technisch manager en hoofdopleidingen. Meppelink is in het verleden ook hoofdtrainer bij ADO geweest, heeft vandaag zijn eerste werkdag gehad en hangt als het goed is nu aan de telefoon. Rob, goedenavond. Goedenavond. We hadden je graag hier aan de tafel willen hebben, maar waarom wil je dat niet? Nou, het is mijn eerste dag bij de club. Dat de prioriteit is dat ik eventjes mensen van de club een hand geeft, te woord sta. Dus laat me zeggen dat het de juiste volgorde. Ja, en nu je eerste dag gehad, wat is je eerste indruk die je vandaag hebt gehad? Ja, het voelt toch wel of ik weer thuis kom. Ik kom natuurlijk uit de stad. En, ik ben hier natuurlijk geboren, opgegroeid en altijd gewoond. Dus wat dat dan gaat, heb je natuurlijk een link met de club en met het achterland. Dus dat gevoel krijg je natuurlijk wel gelijk terug. Ja, Rob, je hebt dus twee functies, hè? Technisch manager en hoofdopleidingen. Maar de directeur van ADO, Piet Jansen, zei eerder deze week dat de nadruk met name bij het opleiden ligt. Wat wordt dan feitelijk jouw rol ten opzichte van het eerste elftal? Richting het eerste elftal. Wij zitten volgende week volgens mij bij elkaar in een persconferentie en dan ga ik dat allemaal uitleggen. En dat wil je nu nog niet doen? Nee, niet door de telefoon. Dat lijkt me niet een goede start. Goed, ja, ADO is al een tijdje aan de beterende hand. Hè. Dus de laatste 6 wedstrijden werden niet verloren. Toch zal er voor jou nu denk ik werk aan de winkel zijn. Want er is sprake van een hoop spelers waarbij het contract voor 1 april moet worden gelicht. Ga jij daar nu de komende weken al direct mee bezighouden? Ja, goed, het is mijn eerste dag. Dus dat zijn allemaal vragen. Daar kan ik wat later antwoord op geven. Dus dat komt ook. Maar mijn eerste dag gaat in ieder geval over het kennismaken van mensen. En laat ik me daar maar eerst even op concentreren. Goed, Rob, hartelijk dank voor je tijd hier in onze uitzending en veel succes de komende periode. Goed, afgelopen zaterdag na de overwinning op FC Groningen maakten wij een rondje langs wat Haagse voetbaliconen over de aanstelling van Meppelink. Goeie zaak toch? Iemand die alles van in principe van ADO weet. Ik heb met hem gewerkt. 10 jaar geleden als assistent met André Wetzel. En een goede zaak. Het is absoluut een workaholic die vol begaan is met hetgeen hij moet uitvoeren. En met heel veel kennis op meerdere gebieden. En daarom denk ik dat het echt een juiste keuze is. Alleen vind ik wel, daar zet ik een vraagteken bij, dat hij natuurlijk wat ik gelezen heb, wat ik gehoord heb, dus zeg maar, en hoofdopleidingen en technisch directeur, dat heel zwaar wordt, dat eigenlijk onmogelijk is. Want het is toch een dubbele functie die ingevuld moet worden. En dat geeft heel veel tijd, terwijl ik dus denk dat ADO zowel een hoofdopleiding nodig heeft die daar alle tijd aan moet besteden en een manager die alle tijd aan de selectie moet besteden. Ja, zo merken wij dus wat twijfel bij die Haagse voetbaliconen over de dubbelfunctie van Meppelink als technisch manager en hoofdopleidingen. Jim, waarom heeft ADO voor een dergelijke constructie gekozen? Ja, dat is denk ik puur financieel. De komende 6 maanden wordt er gekeken hoe dit gaat. En je moet het zo zien, toen men met Meppelink in gesprek ging, stond ADO Den Haag 18e. Je moet er dan niet aan denken om een
technisch manager aan te nemen en een hoofdopleiding aan te nemen. Want dan heb je twee man op de loonlijn staan. En op het moment dat je dan degradeert, ja, dan is er waarschijnlijk eentje overbodig of je kan die niet meer betalen. Dus ze gaan nu kijken hoe het de komende 6 maanden uitpakt. Stel je voor dat ze erin blijven en het blijkt te veel werk voor Rob Meppelink. Dan zal hij of naar de hoofdopleiding gaan of naar de technische managerrol. En dan komt er dus eigenlijk weer een vacature vrij. Ja, ja. Zo zal ADO daarna gaan spelen. Toch vraag ik me nog steeds af, waarom heeft ADO er niet voor gekozen om veel meer een zwaargewicht aan te stellen voor een dergelijke functie? Want je kan ook gelijk boegbeeld naar buiten zijn. Ik vroeg bijvoorbeeld aan Piet Jansen van de week ook van, hebben jullie Dick Advocaat niet daarvoor gevraagd? Toen zei Piet, daar wil ik niks over zeggen. Dan denk ik, dan heb je Dick Advocaat waarschijnlijk wel gevraagd. Maar waarom niet gewoon een wat steviger iemand? Nou, ik denk, Dick Advocaat wil sowieso nog op het veld staan. En dat gaat hij hoogstwaarschijnlijk in Rusland doen. Dat heeft hij al door laten schemeren. Jol, die ligt bijvoorbeeld nog vast bij Fulham. Op het moment dat hij dan nu zou tekenen, zou hij zijn salaris vanuit Londen kwijtraken. Dus die is niet momenteel beschikbaar. Hetzelfde geldt ook voor Advocaat. En ze moesten toch nu wat gaan doen. Dus ik denk dat ze uiteindelijk gekeken hebben naar de namen die zich hebben aangediend. Die zij zelf wilden. En dan is Meppelink, als ik kijk naar de namen die gesolliciteerd hebben, wel een van de betere en geschikte kandidaten. Goed zo. Jim van der Del, wel bedankt. Volgende week zien we je niet, want dan speelt ADO ook niet. Graag weer tot een volgende keer.